Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de eerste dag van november wordt het bijzonder warm weer. Op de satellietfoto zal te zien dat er weinig bewolking in onze omgeving is. Dat betekent dat vandaag de zon flink schijnt. En met een stevige zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd. De wind is aan windkracht 5, in het binnenland windkracht 3 tot 4. Die warme lucht levert vanmiddag temperaturen op van 17 à 18 graden in het noorden... en 20 of 21 graden in het oosten en zuidoosten. Dat zijn recordhoge waarden. Het zonnige weer houden we lang, maar aan het einde van de middag en in de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. En dan kan er ook een spatje regen of motregen vallen. Dat geldt ook voor de nachtelijke uren, want morgen overdag is het dan weer grotendeels droog en schijnt opnieuw de zon geregeld. Aan het einde van de middag, zondagmiddag dus, neemt ook de bewolking weer toe. En dan gaat het vanuit het zuiden en westen harder regenen. Het is morgen iets minder warm dan vandaag, met 16 tot 18 graden. Maandag is het ook wisselvallig weer. Dinsdag en woensdag valt er ook van tijd tot tijd regen, maar de droge periode hebben we vaker de overhand. De temperatuur levert flink in, geen 20 graden meer, maar dinsdag en woensdag 11 of 12 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u vandaag een heerlijke novemberdag.